Lelijk. Hey guys, vandaag hebben we een nieuwe For Suckers voor jullie. En dit keer gaat het over... Waarom ben jij zo lang? Is dit bij mij ook eens zo lang? Zo, het ziet er weer lekker uit. Koepje. Wat is er? Niet de wisje, de papierrol, keukenrol vallen. Waardoor die helemaal uitrolde. En ik zoveel. Goedemorgen, jongens. Het is maandag 14 mei. Lievelingsdag. Wat? Lievelingsdag. Zo, maandag. Lievelingsdag. Het is maandag lievelingsdag. En Rowan is druk met haar scriptie. Ik ben Blond Tigers aan het editen. Zometeen komt mijn zoet binnen. Een paar maanden geleden hadden ik en Ro besloten om een zoetsuit te gaan delen. Dus we hadden een roze zoetsuit besteld. Maar Ro heeft heel veel van die tripjes. En die heeft zelf een beetje de zoetsuit pink toegeëigend. Plus gewoon vaker gebruikt, omdat ik nog examen had. Dus ik kon hem niet gebruiken. En nee, toen... je bent ook nog niet echt ergens heen geweest. Nee, ja, ik kon... Ja, ja. Dus toen dacht ik, oké, misschien is het gewoon chill als ik wel mijn eigen heb. En dan betalen we die gewoon en dan klaar. En die komt vandaag binnen. En dan kan ik het ook gewoon gebruiken als ik bij iemand ga logeren of zo. Want het is een niet super grote koffer. We waren vorige keer ook echt zo. Ja, heel erg zijn. Zit dit bij mij ook in zo'n dag? It's so pretty. I mean, I love it. How cute is this? I mean... Precies. Ja. Hey. Wil jij deze keer mijn video beginnen? Met goedemorgen vandaag. Goedemorgen mensen. Het is... Ja, ik vind het niet zo vroeg. Lois vindt het wel vroeg. Nee, het is helemaal niet vroeg. Het is 10 uur of zo. Ja. Ja, heb je er zin in? Ja. Oh, het heeft er wel zin. Oké. Ja, ik heb verder niet zo heel veel te vertellen. Nee, het was eigenlijk... Dat was het. Van, hey, nou, oké, doei. Nu gewoon die voice-over eerst doen? Of wil je... Wat wil je? Dat was mijn idee daarachter. Ja, nu zijn we hier. Ik ga heel veel scherp stellen hoor. Echt op zitten. Ja, ben je ready? Yes. Hey guys, ik ben hier vandaag met... Pepijn. Hallo. Ja, want dat was kut, sorry. Okay. Hey guys, vandaag hebben we een nieuwe For Suckers voor jullie. En dit keer gaat het over fotografie. Nou, we hebben geprobeerd te filmen en het ging niet zo goed. We zijn nu bezig met een, het voorbereiden van de voice-over. Die wordt echt super nice. Daar gaan jullie allemaal heel veel dingen van leren en worden jullie heel slim. En dan kunnen jullie allemaal straks super goed fotograferen. Pepijn, de, hoe heet het? De teacher. De teacher. Zeg wat ik moet doen, of moet ik gewoon wat doen? Ja, ik zeg wel eens iets. Zeg maar van opzij. Ja, je been, als je zeg maar zo. En dan, ja, dat je lichaam iets schuiner hebt. Wat? Lelijk? Nee, hij is super overbelicht. Niet jij, maar de foto. Ik ga morgen filmen met ik ga morgen filmen met Emily, dus ik moet nu outfit uitzoeken. Hey guys, ik kon de hele tijd niet echt introductie doen, maar ik ben vandaag in Amsterdam en ik ga een lookbook filmen met Emily voor de examen, dus dat is leuk. Vandaar deze koffer, vandaar, want er zitten 10.000 verzekeringstukken in. En nu moet ik even wachten op Emily, want ik weet niet precies wie komt hierheen. I don't know waar ze vandaan komt, maar... Oké, shootings met Emily. Oeh, hallo. Ik weet niet hoe je zegt. Oké. Kun je hem hoger zetten, want je ziet precies. Ja, je ziet niks. En nu? Erho. Waarom ben jij
zo lang? Nee, nu zoom je in. Oh. Nu zoom je in. Oh. Emily! En record. Oké. Waarom doe je dit aan? Het is een grote vloer. Oké, oké. Oké, 3, 2, 1, omhoog. Oké. Je hebt niet stopgezogen. Oh, dat moet je niet zeggen. Ik moet stoppen van moeder. Ik denk dat het eigenlijk best wel licht is. Dan kan je ook scherp. Oh, oh, fuck. Ik had het altijd zo. Hey guys, ik is vandaag vrijdag en ik ga vandaag een dagje in de bioscoop spenderen. Zoals jullie hebben kunnen zien in de afgelopen weekvlog, is dat best wel een tijdje geleden. En ik ga met Brit, dus dat is super leuk. De eerste film waar we heen gaan is Isle of Dogs. Het is zeg maar een hele aparte animatie en het is ingesproken door hele grote bekende acteurs. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat worden. Daarna gaan we naar Truth or Dare en de derde film is nog een beetje een vraagteken. Maar ik ben benieuwd en het is nu trouwens 10 uur. Ik ga zo weg. I'm excited. Het is zo erg hoe excited ik van dit kan worden. Hey, hi. It's Brit. Oké, we zijn echt de enige vet gewoon. Hier, man. Ik denk dat er ook gewoon niemand meer komt. Oké, we gaan dus nu naar Isle of Dogs. Ook oh, dat het IJssel heette. Ik ga stuk. Ik weet het niet, mijn ouders zeiden dat ook. IJssel? IJssel of Dogs of Isle of Dogs. We zullen zo meteen even verifiëren wat het nou was. Ik heb zelfs gewoon een koffie en deem voor ons. En de vet koele tasje. Even appreciate mijn tas. Appreciate it. Yeah. Oh my god, I love it. Wil je nog wat zeggen tegen de camera? Nee. Kijk, ik vind deze trays echt top, jongens. Oh shit. Je ziet het niet helemaal, maar... Zo. Kijk nou, Dream Team, inderdaad. Nou, tweede film, Truth or Dare. Ik ben bang. Vet leuk pakje dat je aan hebt. Is het nieuw? Ja, hij is ook van de borrel. Heel leuk. Leuk, hè? Oké, ik ga het maken. Oh, verschrikkelijk ook wel. Ja, het is echt heel lelijk eind, maar dat is ja? Hi guys! Hi! Ik ben vandaag met Carrie Albers. Yay. Yet again. Dit is de eerste van een nieuwe serie op mijn kanaal, genaamd In de Kast Van. Oké guys, we hebben de vragenonderdelen gedaan net en we gaan nu even koffie halen, because, nou, koffie hè. En dan gaan we verder. En het gaat best lekker. Ik vind het echt, ik ben benieuwd. Ik denk dat het echt een leuke serie wordt. Ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden natuurlijk. Dus dat. Hey. Oké. Zo gezellig met Carré. Oh, sorry. Jongens, thanks voor kijken naar deze nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En eventjes te abonneren. Vergeet niet dus een duimpje omhoog te doen. En even in de comments iets leuks achter te laten. En dan zie ik jullie snel weer. Young blood, see you want me, see you want me.